Dag Jelina, Jelina Koppes, lintje van Miss Oost-Vlaanderen voor Miss België. Blij mee? Ja, heel blij. Ik heb nu onlangs Miss South Belgium verkiezing achter de rug. En ik moet eerlijk zijn, het smaakt naar meer. Dus ik ben echt blij dat ik verkozen ben tot de kandidaat. Hoe kom je hier terecht eigenlijk? Eigenlijk volg ik al van kleins af Miss België. Dus op de televisie, het internet. En natuurlijk door mijn nichtje vorig jaar. Marissa Galle. Inderdaad. Is het echt binnen kriebelen. Het was echt, ja, het was een leuke ervaring, zegt ze en zo. En inderdaad. Ik zie hier staan kapster. Ben je dat ondertussen? Nee, jammer genoeg niet door medische redenen. Er zijn heel veel kapsters die allergische reacties krijgen van de producten. En jammer genoeg heb ik die allergische reactie op mijn handjes. Oei, hey, wat moet je dan doen? Iets anders gaan doen in het leven? Ik zou graag nog willen verder studeren. Misschien avondles make-up, make-up artiesten. Ja, hoe groot ben je eigenlijk? 1,70 meter. Dat is goed, hè? Ja, inderdaad. Een mooie lengte. Wil je ooit Miss België worden? Ik gun het iedereen, maar het zou wel tof zijn om in de prijzen te vallen, hè? Ja. Wat kan je doen winnen? Wat zijn uw troeven bijvoorbeeld? Ga dat uitleggen? Wat ben je sterk in? Waar ben ik sterk in? Ja, ik blijf gewoon mezelf. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Sterk in talen bijvoorbeeld? Nee, totaal niet. Totaal niet. Stel je voor dat je Frans moet gaan praten. Lukt dat een beetje? Ik ben nu bezig met een basiscursus Frans, dus dat helpt wel een beetje. Dus dat is nog afwachten tot de examens en zo. Maar je wil ervoor gaan? Ik wil ervoor gaan. Je gaat waarschijnlijk naar Marokko, heb ik gehoord, op reis. Is dat een beetje jouw ding? Reizen is echt mijn ding. Ik heb al verschillende landen gedaan, dus ja. Wat landen heb je gedaan bijvoorbeeld? Egypte, Tunesië, Turkije, Spanje, Frankrijk, de normale. Wat was het mooiste? Egypte. Heb je al een vriendje ondertussen? Ja, al 3,5 jaar. Is die gelukkig met wat je doet? Ik denk van wel, anders had hij dat wel gezegd. Steunt hij jou? Inderdaad. Ik wens nog veel geluk. Dank je wel.